Nicky de Jager na coming out niet geaccepteerd door familie. In haar nieuwste YouTube-video vertelt Nicky de Jager, Nicky Tutorials, over haar coming out. Jammer genoeg werd haar onthulling niet door alle familieleden geaccepteerd. Zodoende besloot Nicky de banden met die kant van de familie te verbreken. Nicky de Jager verbreekt banden met familie. Helaas is uit de kast komen niet altijd even gemakkelijk, zo weet ook Nicky de Jager, Nicky Tutorials. De YouTube-ster vertelt in haar nieuwste video over haar eigen ervaring. Gelukkig steunde het merendeel van Nicky's familie haar tijdens haar coming out en transitie. Bij een aantal familieleden lag dat echter anders. Mijn vaders kant van de familie accepteerde het helemaal niet. Zodoende kon Nicky niet anders dan afscheid nemen. Voor mij was er maar één optie, de banden verbreken met deze kant van de familie. Nicky Tutorials komt gedwongen uit de kast. Nicky vertelt over haar coming out en transitie om volgers die met dezelfde problemen zitten een hart onder de riem steken. Daarbij benadrukt ze dat je niet per se uit de kast hoeft te komen, dat is je eigen keuze. Als je er niet klaar voor bent, mag je zelf weten wanneer je dat wel bent. Uiteraard lag dat bij Nicky iets anders. Zij had namelijk geen andere keuze dan bekendmaken dat ze transgender is, omdat ze gechanteerd werd. Ze was echter wel doodsbang. Wat heet, ze hield er zelfs nachtmerries aan over uitroepteken. Uiteindelijk bleek haar coming out gelukkig ook bevrijdend te werken. Zodoende eindigt Nicky met een stukje positief advies. De YouTube-ster geeft aan dat je mensen ook de tijd moet geven om te wennen als je uit de kast komt. Als familie en vrienden op een negatieve manier reageren, betekent dat niet dat ze altijd zo zullen blijven denken. Geef het tijd. Eerste reacties zijn vaak niet blijvend.